Welkom bij Wolhobby's Lento Project, dag 7. Vandaag dag 7, 9 maart en de komende 5 dagen gaan we een groot patroondeel in mozaïek breien doen. Bij mozaïek breien, brei je elke ronde 2 keer. Dus we beginnen vandaag op ronde 33 en 34, die zijn hetzelfde. Ronde 35 is een nieuwe ronde, maar morgen als ronde 36 binnenkomt, is die precies hetzelfde als ronde 35. Mozaïek breien, dat wordt in het patroon weergegeven met deze V'tjes. En een V'tje staat voor afhalen, met kleur A achter het werk. Dus ronde 33... gaan we alleen maar met kleur A breien en de eerste steek van elke 12, die haal je gewoon af. En zo maak je de hele ronde van je kol vol. Ik heb mijn instructiebreiwerk er weer even bij gepakt. Dit is natuurlijk niet exact de kol die jullie breien. Ik heb eventjes een paar toeren van mijn kleur B gedaan. Ik ben aan het begin van de ronde en we gaan toer 33 alleen met kleur A breien. De eerste steek haal je af en je kleur A zit gewoon aan de achterkant van je werk. Niks mee doen. Vervolgens brei je 11 steken. En voor degene die de steekmarkeerders nog in hun werk hebben staan, ben je dan dus weer bij een steekmarkeerder. Die gaat gewoon naar de andere naald. En de eerste steek haal je weer gewoon af. En je breidt de volgende 11 weer. Het fijne van mozaïek breien is dat je een heel spectaculair patroon kunt maken, terwijl je per ronde echt maar met 1 kleur breidt en sommige steken afhaalt en de rest in die kleur breidt. Als je mozaïek breien plat breidt, hè, wij werken nu in het rond, maar als je plat breidt, dan heb je dus ook altijd de teruggaande naald. Dus ook dan brei je altijd 2 naalden hetzelfde. Omdat wij nu in het rond breien, breien we 2 rondes precies hetzelfde. Ik zal deze ronde even afmaken en dan gaan we ronde 2 ook nog eventjes bekijken. Ik heb de hele ronde gebreid. Ik ben bij mijn begin van de rondemarkeerder. Ook die zet ik over op mijn andere naald. En nu is het tijd voor ronde 34. En die is exact hetzelfde als ronde 33. Dus ik zie hier een steek in kleur B. Ik weet dat ik die alleen maar hoef over te zetten. Die ben ik niet aan het breien deze ronde. Dan brei ik alle steken die ik in kleur A tegenkom, die brei ik gewoon. Oh, en je ronde B garen, dat kun je gewoon negeren deze ronde. Je hoeft het niet om elkaar heen te slaan of iets. Je laat hem gewoon hangen. Daar gebeurt helemaal niks mee. En de volgende ronde gaan we weer met ronde B aan de slag. Oh, ik zou eventjes een stukje Engels breien. Zet mijn markeerder over. Ik heb hier weer een B-steek. Die hoef ik alleen maar af te halen. En vervolgens brei ik weer alle A-steken.
Ik ben aan het eind gekomen van ronde 34, dus ik heb nu 2 rondes in kleur A gebreid, waarbij ik een enkele B-steek geslipt heb. Nu is het tijd voor ronde 35 en ga je met kleur B aan de slag. Dus ik laat mijn kleur A nu gewoon hangen. Ik leg kleur B klaar om mee te gaan breien. En dan brei je de eerste steek en dan haal je de volgende steek af. En vervolgens brei je er 9 in kleur A. In kleur B, excuus. En je haalt weer 1 steek in kleur A af. Je marker zet je over. Je breidt 1 steek, haalt 1 steek af, breidt er vervolgens 9. En je haalt weer 1 steek af, gewoon met het garen aan de achterkant. Zo ga je door met het patroon volgen en ook de komende dagen. Dus we maken een wat groter patroondeel in mozaïek breien. Het is een techniek die ik ook heel graag aan jullie uit wilde leggen, omdat je op die manier, als je niet graag met 2 kleuren tegelijk in 1 toer werkt, dan kun je door een patroon te zoeken wat voor mozaïek breien gemaakt is, heel spectaculair kleurwerk breien, terwijl je toch altijd maar met 1 kleur tegelijk bezig hoeft te zijn. Succes!